Langzaam nadert de datum dat het nu het winkelcentrum opengaat en de winkeliers een intrek gaan nemen. Middels de volgende beelden laat verucht de verdere voorgang zien van de werkzaamheden die verricht werden voor de opening. Een paar dagen, dames en heren, voor de opening van het winkelcentrum is het ook duidelijk dat we in de laatste fase zijn. En dat wil zeggen, ik zie al dat heel veel winkels al een heel eind zijn opgeschoten. Er komen nogal heel wat steen en Unicherg onder omheen lopen. Een paar zijn al vraag geweest, die lopen al eens een keer naar binnen. Maar goed, dat hoort er ook allemaal bij. Het zijn immers nog maar een paar dagen. We hebben er lang genoeg op gewacht, dacht ik zo. Wat is de bedoeling geweest van deze wijk? Dan moet ik even op het spiekbleef gaan kijken. Vanaf de 15e gaat men dus lopen bij het oude winkelcentrum natuurlijk. En ja, deze wijk is men bezig geweest met de openbare ruimte van het winkelcentrum nog eens een keer goed onder handen te nemen. Er zijn leverantieproblemen daar aan de kant van de Haalbrugjes weg. Dus daar moet nog het een en het ander op zich gezet worden en verplaatst worden. Het parkeerterrein van de Jumbo daar overigens al flink aan het opschieten is, dat zal vanaf 12 augustus vrijgegeven moeten worden, met andere woorden. Dan moeten de andere auto's van de werkmensen enzovoorts er vanaf, want dan is het voor het publiek bedoeld. Vervolgens nog gaat kabels en leidingen. Er werden nog een paar buim geplant. We gaan de pinautomaten ontmantelen. Zowel van de Amrobank als van de Rabobank natuurlijk. De blauwe zone wordt ingesteld. Daar hoef je nog niet van te schrikken, want dat gebeurt pas vanaf 15 augustus. Ja, en dan, als je ons nu zit naar de officiële opening, ja, dan moet je het weer in de kalender gaan kijken, want dat wordt pas 7 oktober. Waar je nu staan, dames en heren, is een plek die we nog kunnen herinneren van een heel groot geboe. Want ja, hier stond dus ooit de stevel, zo ongeveer op deze plaats. Wat voor er nu zin is een stuk parkeerplaats en een fijn terras waarover als het een beetje de zon schijnt, een beetje meer als vandaag in ieder geval, dan nog eens lekker kunnen vertoeven ook nog. De vorige week toen voor hier stongen, toen stond ik eigenlijk voor een rek voor dezezelfde winkel hier achter me. En toen moest dat nog allemaal naar binnen. Nu zijn we alweer een wijk weer en nu zijn we voordat de winkel zelfs al klaar is, is al ingericht. Maar nu hebben ze grote bedeukte voorganger, papieren de voorganger, geef het maar de naam. Want hij is klaar. En ja, men wil natuurlijk toch die verrassing een beetje erin houden. Dus met andere woorden, vanmorgen nog niet binnenkijken. Tenminste niet met de camera. We zijn er zelf al geweest. Maar vanmorgen nog niet met de camera naar binnen. De verrassing, ja, dat moet natuurlijk voor volgende week blijven. Vorige week waren we te gast bij de Jumbo. En toen kost men ons daar al vertellen van, nou Loester, we hebben daar een hele ploeg voor die hier naartoe komt. En die dat hele programma gaat afwerken wat betreft die verhuizing. Nou, we zijn in ieder geval dus weer terug hier bij de Jumbo. En wat zien we? Er is in ieder geval al een ploeg gearriveerd die bezig is met het opbouwen van de rekken en de verlichtingen, et cetera, et cetera. We hadden ook graag het willen laten zien van de Aldi, maar helaas, het hoofdkwartier van de Aldi vond het eigenlijk niet gepast om daar enige camerawerk aan te besteden. Met andere woorden, kort gezegd, we waren nog niet welkom. Dus ja, dat houdt je dan nog mensen een keer van ons te gooien als de Aldi snode plannen heeft. Op dit moment kon die wel als een van de eerste toe en gewoon ook weer vrij snel open. Maar ja, we mogen er nog met de camera nog niet naar binnen. Goed, we hebben nog een inkijk gegeven in het nieuwe winkelcentrum. Ja, we kennen het natuurlijk niet laten. We moeten toch nog eens even naar het oude tijdelijke winkelcentrum toe. Daar staan nog genoeg voor. We gaan dadelijk eens even naar binnen. Gaan we eens kijken wat daar nog allemaal te blijven viel. Nu we in het oude winkelcentrum zijn, constateren we eigenlijk dat er een heel groot verschil is. We zijn er eigenlijk op dit moment mee bezig. Sommige winkels die draaien gewoon lekker oolijk en vrolijk weer. De klanten lopen in en uit. Anderen die hebben de zaak al helemaal afgebroken. Nou, we laten nog genoeg even zien wie dat dan goed ziet als dat dan afgebroken is. Ja, het is natuurlijk toch altijd weer een triest gezicht. Als ik op het einde van het straatje ga staan, dat richting de Jumbo loopt, ja, dan zie ik toch ineens dat er toch al heel veel winkels weg zijn. Ik sta hier bijvoorbeeld bij de Pour Vous van Meertens onder andere, daar is al toe. En kijk ik naar de overkant, dan zie ik ook dat Caroline de poppen al ontbloot heeft. En dat voor Donerven ook nog allerlei andere winkels hebben die ondertussen de deuren al toe hebben. Of in ieder geval al de laatste dozen aan het inpakken zijn. Het einde nadert, dat is duidelijk. Ja, de ene winkel is leeg en de andere daar zit nog helemaal vol. En de hipster ook van die grote, ja, die zijn eigenlijk voor de helft leeg en de helft vol. Het is zo die fase van, ja, er loopt nog een rond en die hulpt, maar dat is het dan ook. Ook hier nadert het einde, ben hier binnen wie de HEMA.
Ja, al gaat Eurocus in verwisselt die van eigenaar, zoals we mogen zeggen, en verbieden pinautomaten staan. Het is misschien vroeg ook een laatste blik erop, want ja, die gaan natuurlijk ook weg. En we laten nu dadelijk eens even de nieuwe bekijken. Op dit moment staan we dan voor de nieuwe, zoals ik al gezegd heb. Dit is de toevallig van de Rabobank over voor staan. Operatie eigenlijk hetzelfde noed als de vorigen, alleen moet je het geld niet meer aan de linkerkant, maar aan de rechterkant pakken. Dus als je denkt, ik krijg niks, dan zit je aan de verkeerde kant te vreutelen. Aan deze kant, hij is nog helemaal toe. Ja, hij is voor de sealback automaat, dus met andere woorden, daar zullen de meeste mensen niet zo heel veel mee te maken hebben. Die wordt pas gaat later onthuld. Een van de werkzaamheden die deze week was gebeuren, dat was het oplossen van het laadprobleem, het lossen en laadprobleem op de Haalbrugsweg. Dan zitten we nu eigenlijk aan het filmen en als je nu ja, achter mij doorkijkt, ja, dan zit je dadelijk ook wel van, ja, daar is nog wel een probleempje, dat is nog wel gaat op te lossen. Succes heren!